Vandaag zijn we aangekomen in Klasineveen. We gaan hier meedoen met het grootste Drenthe loopfestijn. En we gaan hier de 10 kilometer lopen. Wij gaan op zoek naar de start. Heb je er een beetje zin in, Omeneel? 100%. Nou, wij zien elkaar zo weer. Ik zeg jodel. Nou, we hebben gevonden waar we het startnummer op kunnen halen. Dit is bij het Esdal College in Klasineveen. Wij gaan eens eventjes naar binnen. Ik ben er heel blij mee. We zijn bij de startnummers. We gaan nu ons startnummertje ophalen. Kijk eens aan. We hebben nummertje 223. Wij gaan hem eens even opdoen. Dit keer weer de 10 kilometer ga ik lopen. En we gaan even iets rustig aan doen voor deze keer. Dus we gaan zien wat het wordt. Ik ben iets over een uurtje. Lekker kletsen. Misschien komen we nog een barbecue te eten. Ja, dan ga je lekker aanschuiven, wou je maar zeggen. Ja, dan lust ik wel een worstje. Dus voor iedereen die zich aangesproken voelt. Een pilsje met een worstje, rond de 5 kilometer. Geen enkel probleem. Het is lekker weer. Jan en Arjen voor degene die het niet weet. Wanneer en waar kunnen ze dit filmpje vinden? Dit filmpje kunnen ze vinden op Rosso's Running Channel op YouTube. Je hoeft alleen maar Rosso Running in te typen naar je vent te halen. En ik ga hem natuurlijk ook delen met de organisatie. Hij komt hier op de website te staan. Dus hij is overal te zien straks en op Facebook. Helemaal mooi, dan gaan we dat zeker doen. Hey, ik wens jou in elk geval heel veel succes en heel veel plezier vandaag. Ja, dankjewel. Geniet er lekker van. Want ik heb dit ook voor een keer officieel opgenomen en dit ziet er goed uit. Het is een hartstikke mooi parcours. Ik heb het vorig jaar ook aangelopen. En ik ga er vandaag weer heerlijk van genieten. Hey, doe dat. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Oké, dankjewel. Nou jongens, we staan bij de start. We gaan nu rennen. Ik zie jullie bij de eerste pitstop alweer. En om 3 uur gaan we 5, 4, 3, 2, 1. En een start! Ja, mooi! En dan is dat de start, dames en heren. Van de 10 kilometer. 176 deelnemers. Kijk eens aan, 176. En zij zijn dus nu allemaal op pad. Mooi!
Van ook, ja, lekker bezig. Ja, ik denk dat die van Rosso's een running channel is.
jongens, kijk. Het eerste drankpasje. Mooi. Het eerste watertje, graag. Het eerste drankpasje en we zijn nodig. Het is tussen de 20 en 23 graden in. Het voelt wel als 25. Maar het is belachelijk warm, ja. Dus wij gaan even genieten van een bekertje water. En gaan we zo even weer verder rennen. Want anders dan red ik die hele 10 kilometer niet. En het ging dinsdag nog zo leuk bij de Meppeler Muggenloop. Ah. Oh, heerlijk. Even in de schaduw. Even onder de brug. En nou, we moeten een heel eind daar. We gaan Casinoveen nu uit. En we gaan Nieuw-Dordrecht in. Ah. Nou, even spuwen. Maar dat smaakt even heerlijk. Dag Lisanne, zwaai naar de camera. Hey. Lisanne doet mee met de halve marathon, die is al bijna weer thuis. Maar ja, die loopt ook twee keer zo hard als ik. Nou jongens, tot straks. Wij gaan weer een stukje verder. Jodel! Time and you really try, but you're sick and tired.
Nou jongens, we doen nog even weer een lekker kopje water. We zweten het uit. Het is een moordende temperatuur. Even een slokje en weer door. En ik zeg, go!
Ach kijk, allemaal weer gezellige muziek. En water. Water. Oh, deze is ook even lekker. Oh, heerlijk. En even een bekertje genot. Hebben we het nodig? Want ik verzuur al aardig weer. Zoals je hoort, gaat Jampje niet gemakkelijk af. Even pas op de plaats, jongens. En hier komt even een slokje. Zo, jongens, vergeet even niet. Eventjes subscriben, like deze video, druk even op het belletje en geniet van zo ongelooflijk veel mooie runs. Na deze run heb ik er nog 4 te gaan voor de prachtige zomervakantie. Want dan gaan we even naar het Europees grootste festival Rock Werchter voor 4 dagen. En een paar dagen daarna vertrekken we naar Normandië. We gaan dus even genieten van de pracht en praal wat daar te zien is. En dat betekent dus ook 4-5 weken lang geen Rossos Running Channel. Maar je hebt 150 video's terug te kijken, 150 wedstrijden. Ik heb geen muur meer over thuis met al die startnummers. En ja, wij gaan eventjes heerlijk genieten van de rust. En ik sta alweer volgepland tot eind oktober. Iedere zaterdag een wedstrijdje in heel Nederland. Nou, volgens mij is de hartslag wel weer wat gedaald. Nou nee, 166. Ja, wat wil je ook met deze temperaturen? Ik zweet me door de naad heen. Nou jongens, ik doe nog even een paar kleine wandelpasjes. En dan rennen we verder. En volgens mij, ja, volgens mij komen we dan echt in Nieuw-Dordrecht uit. Dus, jongens, tot bij de volgende pitstop. Ik hoop dat ze nog ergens een pilsje en een braadworstje hebben. Maar dat kan deze jongen wel gebruiken. Jodel.
of my time. Nou, we hebben het keerpunt gehad, jongens. Dus even kijken hoe lang het nog is. We hebben 6,8 kilometer afgelegd. En dus 6,85 zie ik nu. Dus ja, nog 3 kilometer te gaan. En dan zijn we alweer bij de finish. Nou, ja, wat ik al zei, vanmiddag op de dag best wel pittig. Die paar avondloopjes die ik heb gehad, die waren natuurlijk net even wat frisser. Hardenberg City Run was in de avond. Meppelen Muggenlopen was in de avond. Dus ja, dan is het net even wat koeler. En het is ook extreem warm nu. Volgens mij de warmste dag van 2023 tot nu toe. Jongens, wat heb ik een dorst. En niet alleen water. Ja, ik heb ook zeer veel zin in een lekker pilsje. En ja, ik heb even afgesproken met mijn goede maatje, ome Neil, dat ik het speciaal biertje even in de tas laat zitten. En wij heerlijk op het terras de afsluiting even gaan doen in het mooie Klasinaveen. Nou, wij gaan even weer verder. Anders heb ik straks de bezemwagen achter mij aan. En wij spreken elkaar vast bij een, ja, nog 3 kilometer. Ik denk dat Jampie nog wel even een pitstopje maakt bij een of ander waterpasje. Tenzij ze natuurlijk een lekker stukje barbecuevlees hebben. Ja, dat zou ik ook wel lussen. Of een lekker pilsje. Heerlijk. Nou jongens, ik zeg tot de volgende pitstop en yo dol. En daar gaan we weer even op de film, jongens. Ga maar lachen. Ga maar lachen. Kunnen we straks morgen terugzien? Morgen! Oh,
You say you're fine, but I can see right through. You're holding your secrets for way too long. This can't keep going on. With every lie, they keep on hurting you. Getting away with everything they do. This can't keep going on. No, we're gonna find them, and I'm gonna fight for you. They better start hiding. We'll be running with the lions, lions. We'll be running with the lions, lions. They can't run, they can't hide. We won't stop until they're down. We'll be running with the lions, lions. This can't keep going on, no. 'Cause you're not alone in this. We'll do this together. No, you're not alone in this. No, we're gonna find them, and I'm gonna fight for you. They better start hiding. We'll be running with the lions. Ja, zoals je net al hoorde, het is groot feest in Klasineveen. Ik weet niet of ze een feestweek of zo hadden. Dat is me even ontgaan. Oeh, zon. Nou, we zitten straks richting de 8,5 kilometer. En tegen die tijd is het nog maar 1,5 kilometer te gaan. Ja, ik hoop dat de volgende 4 runs. Stiekem dat het een beetje 16, 17 graden is. Dat is lekker te doen. Dit is net even iets te. Maar ik denk ook, omdat het nu de eerste warme zomerdag is, dat onze lichamen er nog niet helemaal aan gewend zijn. Ik heb flink wat zonnebrand op de fruin zitten. En ja, tegen de verbranding natuurlijk. Anders dan heb ik morgen wel een zonnesteekje afgelopen hier. Nou, wij knallen even door. Ja, nog 1,7 kilometer en dan zijn we er alweer. Er komt zo'n mooi bruggetje onderdoor, zie ik. Nou, en dan zijn we alweer in Klasineveen. Zijn we ons nieuw Dordrecht alweer uit. En jammer, geen worstje of biertje. Maar ja, niet alles zit altijd mee. Dat pilsje komt zo wel. Jongens, tot straks. Tot misschien wel bij de finish. Nog 10 minuutjes. Moet lukken. Dat uur haal ik niet meer. Nou, ik zeg, yo, dol. Couldn't keep the door shut, and now the frostbite's creeping in. 'Cause I've been stone cold since you left me here. So come home, why won't you reappear? Things that I said came out totally wrong. Can't speak of the truth when it's tainted. It got me stone cold.
me stone cold. We'll be right back.
Nou, we zijn er bijna. De finish. Nog een klein stukje. Running team. En dan met nummer 307. Dan hebben we dan het Jeff Buitendijk. Daar gaan we. 18, Timmy en Kipie. Bijna bij de finish. Wolverine uit Rotterdam. Dan met nummer 10. Yes! Gehaald. Heerlijk. Oh, nog een mooie medaille. Prachtig mooi. En wij gaan nu naar de afsluiting. Wij waren door fysiotherapie Rien van Manen eventjes heerlijk gemasseerd. Wij hebben het nodig, want de beentjes zijn helemaal kapot. Dat was hem dan weer, de 10 kilometer 38ste Drenthe Loopfestijn. Een prachtige loop, bedankt organisatie dat wij deze loop mochten doen. Ik heb hier een startnummer gekregen van hun. Zij waren namelijk zo enthousiast over vorig jaar, over de video, dat wij hem dit jaar gewoon gratis mochten lopen. Heerlijk toch? Het was lekker genieten, maar het was ook lekker warm. Het was tussen de 20 en de 23 graden. Ik weet niet precies hoe warm, maar het was een beetje te warm. Vandaar dat ik ook veel ging drinken. Maar op een gegeven moment begon het mij te veel te klotsen en heb ik een paar drankpasjes overgeslagen. Nou, we zitten nu heerlijk op het terrasje. We gaan eventjes heerlijk genieten. Straks even van het pilsje. Jongens, vergeten jullie eventjes niet. Eventjes subscriben. Like de video en druk op dat mooie belletje natuurlijk. En ja, we hebben nog, wat ik al zei, 4 runnetjes te gaan. Wij gaan volgende week, gaan wij geloof ik, naar de Maple City Run. Ik weet het wel zeker. Hij weet het wel zeker. Maar maandag ga ik eerst het looprondje Koekangen doen. Ik zou de 10 kilometer doen, maar het kan ook heel goed zijn dat ik daar de 5 kilometer van maak. Na de Maple City Run ga ik de week daarop nog dwars door Groningen doen. De dwars door Groningen run is ook een run die dwars door het centrum van Groningen gaat. En die week daarop komt de allerlaatste, de TT City Run, 15 kilometer dwars door Assen heen. Vanaf het TT circuit natuurlijk. Nou ja, allemaal hartstikke heerlijk. En wij hebben genoeg geluld. Wij hebben reuze dorst. En wat hebben wij nou gekregen van die prachtige mevrouw die ons dit kwam brengen? Een heerlijk Texels speciaal biertje. Oeh, toch weer 8,5% vol. Een krachtig blond biertje. Ik denk dat velen van jullie kennen hem wel. Een lekkere Texelse trippel. We hebben er ook een prachtig mooi Texels glaasje bij gekregen. Kijk er eens. Dus we gaan hem eens even rustig inschenken. Onze lieve ome Neil heeft er ook even een Texels trippeltje bij gekregen. En die gaat er ook van genieten. En ik zeg, ome Neil en kijkers, proost. Tot de volgende keer. Ja, we drijven gewoon allemaal gist in dat bier. Ook gistjes bier. Dat is ook zo. Oh, heerlijk. Lekker, man. Ja. Weet je wat ook lekker was? Die massage. Oh, dat is waar. Een heerlijke massage nog gaat. Ja. Dat was ik ook nog even vergeten te vertellen, jongens.
Wat hebben we nog voetballen? Ja, Emma heeft glorieus de play-offs gehaald. Dus dat wordt. Moeten we het even nu? Dat ligt eraan. Utrecht? Dat gaan we vanavond zien op de televisie. We moeten vanavond nog tegen Utrecht of zo? Of hij moet NAC tegen VVV Venlo en dan de winnaar daarvan. Zoiets. Of was het een andere? Oh, dus NAC gaat eraan, olé olé. Ja. We zien het wel. Jongens, yo. Dol. Hij is lekker. Heerlijk.